die onzekerheid, dat heb jij ook altijd gehad, die is er altijd. Hoe ga je daarmee om? Ja, maar dat weet je aan de voorkant alleen, je gaat niet zo ver vooruit kijken. Omdat je constant elke dag bezig bent met je staf, met de spelers, met de club. Dus je bent daarop gefocust. En tuurlijk heb je wel eens momenten dat je dan, nou goed, in mijn geval, dat je op een gegeven moment voelt, hey, nu komt er wat meer druk op. Maar ja, wel hetzelfde blijven doen, want het vertrouwen is. Je bent met je staf bezig, je praat met de mensen intern. Dan voel je nog steeds het vertrouwen. En dan ga je op het moment dat je dat niet meer gaat voelen, dan weet je ook wel, van nu kan er misschien iets gaan gebeuren. Ja. Maar als jij al erin stapt en denkt, ja, oh jee, als ik nu over 3 wedstrijden, als ik die 3 verlies, ja, dan denk ik, word alsjeblieft geen trainer. Want je gaat wedstrijden verliezen. Dat gaat iedereen doen. En dat is wat Marie zegt. Maar je gaat er ook een keer uitvliegen, waarschijnlijk. Ja, maar dat hoop je niet op, omdat je gewoon nogmaals aan de voorkant met elkaar afspraken maakt en ergens naartoe werkt. En dat je ook de rust hoopt te bewaren. Nou, dat is nu bij MVV prima. Doen het hartstikke goed. Marie zegt dat boven verwachting. Nou, het kan zijn dat er dadelijk een mindere fase. Dan hoop ik ook dat de club zegt, Marie, geen zorgen, we gaan gewoon door. We weten dat dit gebeurd is. Dan voer je ook beleid. En dan blijft het ook rustig. En dan kan je ook langer termijn werken. Hij kan zich verder ontwikkelen. Ja, en ik persoonlijk mis dat wat vooral in Nederland. En nogmaals, ja, er zijn heel veel clubs die hebben heel veel geld, snap ik. Maar heel veel clubs hebben ook beperkte middelen. Nou ja, dat betekent ook dat je met alle respect voor de spelers minder kwaliteit binnen gaat halen. Dan moet je geduld hebben. Dan moet je gaan bouwen. Ja. En dat geduld is er vaak niet, hè? Nee, want dan komt het weer, de emotie komt weer om de hoek kijken van supporters en sponsoren. En nogmaals, begrijpelijk, want die betalen een seizoenskaart. Alleen, ja, de tijden zijn veranderd. Vroeger, zo'n spiraal is ook bijna niet meer te doorbreken eigenlijk. Nee, vroeger werd de boel geroepen en werd je eens een keer voor hondenlul, uitgemaakt. En nu, nogmaals, uit social media krijg je doosbedreigingen en er worden bestuurders bedreigd. En dan denk je die van, ja, dan moet ik toch iets doen. Ja. Ja, dat wordt gewoon te veel op de mannen gespeeld. Dat is wel jammer. Heb jij wel van de leidinggevende bij MV al te horen gekregen van rustig aan, niks aan de hand? Ja, ik heb al contact gehad met TD, algemeen directeur. En die hebben ook vroegen zelfs aan mij of ik zelf in paniek was of waar ik ervan vond. En dan vanuit de club was ik op dit moment helemaal geen paniek. Omdat wij weten welke lijn we hebben ingezet. En dat wij ook een club zijn in ontwikkeling. Dus vanuit de club heb ik wel... Ja, voel ik wel positiviteit. Ja. En is er al gesproken over je contract? Wat daar gaat gebeuren? Want MVV heeft nog een optie tot... Einde van het nieuwe seizoen. Van het seizoen, hè? Ja. En wanneer gaat dat gebeuren? Heb je daar al zicht op? Nee. 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 En je lacht. Ja, nee, ja. Waarom lach je? Nee, ja. Weet je, ze zijn tevreden, hebben ze geroepen en verteld. En ja, je neemt aan dan dat ze daar binnenkort wel op ingaan. Alleen op dit moment heb ik het nog niet gehoord. Alleen ja, in die optie staat ook dat ze voor een bepaalde tijd... moeten reageren en misschien wil ze daar langer op wachten, ik weet niet. Ja, en dat is nog langer? Ja, begin april, eind maart. Oké, heb jij die tijd nog om daarop te wachten? Nou ja, weet je, natuurlijk is het prettiger om te weten als ze tevreden zijn, dat ze dan ook het uitspreken en laten merken natuurlijk. Ja, snap ik. Maar goed, er zijn er ook andere zaken wat belangrijk op dit moment ook is voor de club. En ja, misschien zijn het ook de financiële middelen, weet ik niet. Ja, oké. Okay.